En dan nu... Hallo kijkers. In de jaren 80 studeerde ik nog Nederlands op de universiteit. En op een gegeven moment ben ik in een glas- en loodatelier gaan werken om wat bij te verdienen en zo heb ik ook nog het glas- en lood handwerk geleerd van Anthony Kolen. Ik ben in 86 gestopt met de studie Nederlands. Daar heb ik geen moment spijt van gehad. Integendeel. Na een paar jaar werken in het glasatelier ben ik naar de Academie voor Industriële Vormgeving gegaan en ben halverwege de jaren 90 voor mezelf begonnen als ontwerper. Tegenwoordig geef ik zelf een glas- en loodles en bedenk en maak ik ook allerlei leuke dingen voor de mensen. Wat heeft dat nou met de bezuinigingen te maken, hoor ik u denken. Nou, let op. Van Anthony leerde ik dat je het meeste kunt verdienen als je het zelf maakt. Dan hoef je niks uit te besteden en ergens anders geld te verdienen om daar weer de mensen mee te betalen. Nee, je doet het gewoon zelf. Dus aan iedereen die nog geen keuze voor een studie heeft gemaakt, zou ik willen zeggen, leer een vak. Echt waar, doe iets met je handen. Daar krijg je nooit spijt van. Word in hemelsnaam geen manager of ambtenaar. Dat kan altijd nog na je 50ste. Tegen alle managers en ambtenaren zou ik willen zeggen, ga eens iets met je handen doen en niet met je hoofd of mond en maak zo de wereld beter. Begin bijvoorbeeld eens met een cursus bij een van de vele creatieve centra of kunstenaars in de stad. Voor de meeste cursussen kun je je nu al inschrijven. In de zomermaanden zijn er heel wat te volgen en in september beginnen er allerlei opleidingen. Je leert daar veel van en je zult anderen nog verbazen met je talenten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.